is de MS640 en daarmee is het ons plan om het dieselaggregaat uit de markt te werken. Hij heeft heel veel toepassingen, maar in principe staan we hier voor de berekening. Dus voor de aansluiting op een berekeningshaspel. En omdat de kosten van diesel alleen maar oplopen, omdat er steeds vaker ook berekend moet worden, is de prijs van die berekening hartstikke duur. En dat is de reden waarom we daarom een idee hebben gemaakt om op zonne-energie te kunnen berekenen op een oplegger. Waardoor je dus ook kan wisselen naar hectare en aren om op die manier overal die energie te gebruiken. Stel je volgens vanaf de eerste zonnestraal automatisch de zon, ga je hem transporteren, dan hebben we aan de binnenkant van het paneel een bedieningsknop zitten. Als je daarop drukt, dan vouwt hij zichzelf in, waardoor je één oplegger hebt. En deze kun je achter een trekker hangen en zo kun je hem overal mee naartoe nemen. Om die garantie te geven dat je ook altijd ook kan berekenen, hebben we een aantal accu's erin gebouwd, zodat als de zon eventjes achter de wolken verdwijnt zoals nu, dat hij alsnog genoeg vermogen kan blijven leveren. Maar het is daarbij ook mogelijk om er alsnog een klein aggregaat op diesel in te bouwen, om in ieder geval voor te zorgen dat je altijd ook kunt berekenen. Het doel echter is om 100% op zonne-energie te gaan berekenen. En daar werken we ook naartoe. Er is heel veel interesse, maar we merken ook dat het voor veel ondernemers een beetje een grote stap is om zomaar het vertrouwde aggregaat op diesel in de band te doen en over te stappen op elektrisch berekenen. We vergelijken het daarin ook een beetje met de situatie van de Priussen. Daar werd 15 jaar geleden een beetje met een boog omheen gelopen. Maar nu zie je het ook steeds met Tesla's en Ioniq's en andere elektrische voertuigen rijden. Dus wij willen die pioniers zijn die zich daarop gaan richten. Er is een uitdaging genoeg, maar dat maakt het ook leuk. Enerzijds is het ook natuurlijk altijd als de zon dan alsnog een aantal dagen achter de wolken verdwijnt. Hoe ga je dan doen? Enfin, dat willen we oplossen door er toch een hybride oplossing van te maken. Anderzijds gaat het ook wel steeds harder waaien. Vanaf een windkracht hoger dan 6 gaat de constructie plat liggen, waardoor je dus geen weerstand meer hebt, maar die wel ook nog steeds opwekt. En de grootste uitdagingen voor ons, die zitten nu in het later gebruiken. We willen hem op een aantal locaties wegzetten om feedback te krijgen, om ervoor te zorgen dat hij ook door het grote publiek kan worden omarmd. Wat hem namelijk vooral uniek maakt, is dat hij echt op een oplegger staat, waardoor het ook heel makkelijk is om naar gehuurde percelen ook te brengen. Daarom is hij dus ook mobiel. Er zijn wat andere oplossingen in de markt die gebouwd zijn in containers. Maar ja, dat is natuurlijk een hoop ellende met het invouwen en het vervoeren. En daar hopen wij dan dus ook een groot verschil mee te maken. Veel mensen hebben natuurlijk thuis ook zonnepanelen op het dak liggen. Nou, hier zie je er 40, maar omdat hij de hele dag met de zon meedraait, wekt hij net zoveel vermogen op als 60 panelen op een dak. In principe kun je met dit apparaat, de MS640 dus, één normale berekeningshaspel aandraaien. Hebben we het over een haspel van ongeveer 300-400 meter. Maar de grotere modellen die moeten ook voldoende capaciteit leveren voor de wat langere en de nog grotere haspels. Afhankelijk van het model gaat die tussen de 75 en de 120.000 euro kosten. Let er daarbij wel op dat de terugverdientijd rond de 4 à 4,5 jaar ligt. Wij geven zeker een garantie van 10 jaar op de omvormers en ongeveer 15 jaar op het frame. Waardoor je dus alsnog, na ongeveer 5 jaar, dan staat hij gewoon voor jou in het veld geld te verdienen. Er zit 65,5% subsidie op. Dus inderdaad, het is ook een hele aantrekkelijke investering.